Goedemorgen, broeders en zusters. Welkom in deze eredienst van de Christengemeente Bundemeersen. Kennen jullie hopelijk wel. Mijn naam is Robert Zuurmond. Ik ben ouderling in deze gemeente. En voordat we gaan beginnen heb ik een paar mededelingen. En de eerste is dat we jullie twee keer gevraagd hebben om namen in te dienen voor een nieuw teamlid. Omdat wij als team graag versterking zoeken nu mijn vrouw Petra niet meer in het team zit, omdat ik er wel in zit. Zoeken we eigenlijk iemand die ons kan helpen om aan de organisatorische kant van het teamwerk dat we doen, bijvoorbeeld het notuleren van vergaderingen, het voorbereiden van vergaderingen, het mailen en corresponderen met andere gemeenten en kerken in Nederland. Helaas moeten we concluderen dat dat nog niet zoveel namen heeft opgeleverd. Want wij zijn eigenlijk als team de enige die namen hebben ingediend. En we hebben geen namen uit de gemeente ontvangen. En dat vinden we jammer, omdat we juist graag dit iets willen laten zijn dat we als hele gemeente doen. En daarom doen we vandaag een nieuwe oproep. Of jullie met ons mee willen denken en ook mee willen bidden of we iemand kunnen vinden die zo'n rol zou kunnen vervullen. En het gaat dus specifiek om iemand die het overzicht een beetje kan bewaren, die ons kan helpen om dingen ook administratief te organiseren. En om dat een beetje praktisch te maken, hebben we bedacht, we leggen gewoon briefjes neer. Dus zeg maar waar Remco staat op de bar, daar liggen briefjes. Precies op de bar, ja, daar. Dus neem even zo'n briefje mee als u vandaag naar huis gaat. Denk er een week over na en lever dan het briefje volgende week weer bij mij of bij Mark of op een andere manier in. En het mag natuurlijk ook per mail of wat dan ook. Dus we willen u vragen om daarin mee te denken. En het tweede is, als u nou wil weten hoe zo'n procedure werkt, hebben we daar ook iets liggen dat heet dan een verkiezingsreglement. En daar staat ook meer in over hoe nou zo'n verkiezing van teamlid precies werkt. De tweede mededeling is dat we vanavond een gebedsavond hebben bij Jonathan en Helene thuis. Om 8:00 begint dat, denk ik. Ja, heel goed. En u kunt ook online meedoen en de link staat in de app. En dan tenslotte gaat vandaag in onze dienst voor dominee Juriaan Oosterhuis. Zeg ik dat goed? Oosterbroek, pardon. En dat is de dominee van onze zustergemeente in Dronten. En dat betekent dat wij vandaag drie mensen in ons midden hebben die vanochtend al heel vroeg op moesten staan om hier te zijn. En daar zijn we heel dankbaar voor. Ook omdat zij namelijk niet alleen nu hun dominee naar ons sturen, maar ook ons op allerlei praktische en ook geestelijke manieren ondersteunen. En om dat wat toe te lichten, ook over de gemeente in Dronten, wil ik vragen aan Evert om dat eerst toe te lichten, voordat we verder beginnen met de dienst. Ja, dankjewel. Ik ben Evert Morren, dus uit Dronten. Het was inderdaad vroeg vanmorgen, 6:00 ging de wekker. Maar we zijn er gekomen en heerlijk ontvangen met koffie en fly, dus dat kon niet beter. Dus we komen vast nog eens terug. Heel kort even iets over onze gemeente in Dronten, want het is best wel ver weg. Nou, zoals jullie zien, wij wonen op de zeebodem. Dat is weer een heel ander verhaal dan als je hier zo prachtig naar beneden komt en je ziet die heuvels hier. Bij ons is het allemaal helemaal vlak, dus we wonen op de zeebodem aan de linkerplaatje kunnen jullie zien hoe het er in de 15e eeuw uitzag. Toen was de Zuiderzee daar nog. En dankzij meneer Lely en zijn werkzaamheden zijn de polders er gekomen. En zoals jullie zien, Dronten daar. Ja, jullie zien het denk ik wel. Die liggen ongeveer midden in Flevoland. De nieuwste provincie van. Daar. Daar komen we vandaan. Misschien het volgende plaatje. Oké. Maar ik ben niet zo heel handig. Het was wel mooi, Jan Bos zei van, ze zijn hier ook beter in de horeca dan met techniek, maar dat valt heel erg mee. Dat heb ik niet gezegd hoor. Even kijken, nou, jullie hebben Dronten zien liggen. Oh, excuus.
Bij het volgende plaatje krijgen we wat beeld daarbij. Linksboven daar wordt de dijk van de polder waar wij nu wonen wordt gedicht, het laatste stukje. Dat is natuurlijk een geweldig werk. Op het rechterplaatje zien jullie hoe wij beschermd worden door de dijken. En daaronder zien jullie een van onze drie gemalen die ervoor moeten zorgen dat het water ook buiten onze polder blijft. Ja, en dat is wel heel apart, omdat jullie hier natuurlijk heel veel te maken hebben gehad. Jullie wonen in een heuvellandschap, maar heel veel te maken hebben gehad met overlast van water. Dat hebben wij dus nooit. Dat is heel apart, terwijl we op de bodem van de zee wonen. Dus we hebben een heel andere situatie, zeg maar. Ja, dit is onze kerk, de ontmoetingskerk. Dus daar ontmoeten we elkaar en dan mogen we God ontmoeten. We hebben ongeveer 450 leden. En in de beginjaren zijn we op diverse plekken in Dronten zijn we geweest. En sinds 1991 hebben we gelukkig een eigen kerkgebouw. Ook tot stand gekomen door heel veel vrijwilligerswerk, allerlei acties. Maar goed, daar zijn we heel blij mee. En sinds niet al te lange tijd staat er aan de rechterkant, wij noemen dat dan het jeugdhonk. Maar dit wordt gebruikt voor diverse vergaderingen. En ook onze predikant Jurjan Oosterbroek is daar regelmatig te vinden voor zijn sessies. Dus dat woord jeugdhonk is wel op zijn plek eigenlijk, ja. Nou, we zijn heel blij dat we weer een eigen predikant hebben sinds september 2020. En als jullie, als jullie kijken naar die datum, dan weet je ook, toen zaten we ook al in de coronatijd. Dus eigenlijk heeft dominee Oosterbroek ook bijna nooit gewoon voor een gewone, volle kerk kunnen preken bij ons. Het was eerst natuurlijk in een lege kerk met een livestream en langzamerhand weer zijn we weer wat aan het opbouwen na de coronatijd. En dat zal hier denk ik ook wel zijn beslag hebben dat sommige mensen zien we nog niet terug. We hopen dat ze natuurlijk ook weer terugkomen. En het enthousiasme dat is er wel, dat zie je wel. De volgende, stukje ontwikkeling. De polder is zo'n beetje drooggelegd eind jaren 50. En in de begin jaren 60 waren er natuurlijk maar heel weinig mensen. Dus, en ja, dan vallen alle verschillen tussen kerken vallen dan weg. Dus mensen komen bij elkaar uit diverse kerken. Onze leden toen die hebben nogal wat opgetrokken met de gereformeerde kerk. Maar later werd toch van hogerhand ook bij de gereformeerde kerk gezegd, dat was toch niet helemaal de bedoeling. Dus toen is er toch een eigen kerk gesticht. En ik heb een plaatje van Nederland erbij gedaan, want onze leden komen uit alle windstreken van Nederland. Dus we hebben Zeeuwen, we hebben Groningers, we hebben Drenthe, we hebben Hollanders, we hebben Limburg, heb ik volgens mij niet helemaal kunnen ontdekken, maar overal vandaan. En in het begin was het ook heel bijzonder dat je geselecteerd werd om in de polder te mogen komen wonen. Dus het was leeg, er moesten huizen gebouwd worden en dan werd je bezocht. Dus mijn ouders waren een van de eerste pioniers in 1962. Gingen wij daar naartoe en dan op het oude land werd je dan bezocht. Er werden zelfs de kasten nagekeken of het allemaal netjes was. En was het een soort dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Ben je blij mee dat? Oké. Maar ze zorgden dan dat het heel netjes was. En er was ook een dwarsdoorsnede van zoveel gereformeerden, zoveel hervormden, zoveel Rooms-Katholieken, zoveel mensen uit, maatschappelijk ook uit bepaalde standen, zeg maar, dat je een soort, bijna een soort ideale samenleving zou krijgen. Inmiddels kan iedereen er gewoon komen wonen zonder controle. Maar dat was wel heel bijzonder. Ondertussen zijn we al vrij snel gaan samenwerken met de Nederlands gereformeerde kerk en later ook met de vrijgemaakte kerk. En daar is nog steeds een intensieve samenwerking mee. Als er middagdiensten zijn, hebben we ook een tijd niet gehad, dan is dat ook meestal gezamenlijk of bij bijzondere gelegenheden. Wat natuurlijk ook anders is in Dronten dan hier, dat jullie zitten hier in een Rooms-Katholieke omgeving. Wij zitten meer in een protestantse omgeving. Alleen in Dronten zelf heb je al 7 protestantse gemeentes. Of je blij moet zijn met al die verschillen is weer wat anders, maar dat geeft wel aan dat het meer protestants is en 1 Rooms-Katholieke gemeente. En wij maken deel uit van de klasses Zwolle. Zwolle is een beetje de hoofdstad van Overijssel, dus dat gebied daaromheen. En dat betekent dat de gemeentes die daarbij horen heel divers zijn. Dat is van heel behoudend tot gemeentes waar iets meer kan, zeg maar. En tot die laatste groep horen wij dan, maar dat geeft wel
wat spanning. Misschien dat jullie in de pers ook wel het een en ander lezen over de situatie bij Zwolle enzovoort. Nou, daar hebben wij als gemeente natuurlijk ook mee te maken. Dus dat blijft wel spanning en dat vraagt ook wel gebed of dat allemaal goed mag aflopen. Even een paar plaatjes uit de gemeente. Het moest vrij snel, dus het zijn wat plaatjes van voor de corona nog. En nou, gezamenlijk eten, dat is wel altijd heel goed en gezellig. Als het goed is, gaan we het binnenkort gaan we dat ook nog weer eens met elkaar doen. Dat kan nu weer. Actie Schoenendoos, misschien hier ook wel eens aan meegedaan met de kinderen. Het is heel leuk om aan mee te doen. Dus iets inzamelen voor kinderen die dan ergens in de wereld het niet zo goed hebben. En dan een schoenendoos uitgereikt krijgen met allemaal leuke spullen. Ja, en wat we wel in Dronten hebben, en dat is een van de laatste dingen die ik even ga zeggen. Dat is dat we veel missionaire samenwerking hebben met alle kerken in Dronten. Dus dat is wel mooi, want ik had met Jan Bos ook wel even. Jullie hebben ook hier een hele groep asielzoekers waar jullie ook contacten mee hebben. Maar dat doen jullie als eigen gemeente, zeg maar. En wij doen als gemeente daar dus met alle kerken in Dronten aan mee. En dat is ook wel weer heel mooi. Dan merk je de verbinding en dat we er samen voor gaan om dat evangelie uit te dragen. Een van de dingen die we doen is ook de Alpha-cursus. Maar dan is het dus, het is bij ons in een gebouw bij de Landbouw Hogeschool. We hebben ook nog een Landbouw Hogeschool. En hier was het nog trouwens in een basisschool, dat kun je misschien zien. Sigins komt de, nou ja, zag ik later pas, maar het was dus nog in een school. En wij hebben heel veel, de meeste mensen van het asielzoekerscentrum, wat in onze gemeente ook is, komen uit Iran. Tenminste in ieder geval de mensen die de Alpha-cursus bezoeken. En dat is iedere keer best wel een aardig grote groep. En inderdaad, sommigen die zie je ook na een tijdje bijvoorbeeld niet meer, omdat ze ook elders geplaatst zijn, maar dat is altijd wel heel mooi, tolken erbij. En natuurlijk beginnen we ook met de maaltijd. Het is altijd een heel mooi moment om dat te doen. En misschien is het bij dat vorige, eventjes, nog even goed om te zeggen dat dat we ook een bijdrage zullen geven vanuit Dronten voor het organiseren van de Alpha-cursussen. Maar goed, dat zul je op een gegeven moment wel ergens bij de collecte merken, zeg maar dat vonden we heel mooi om daar ook een steentje aan bij te dragen. Dat missionaire werk, dat spreekt ons ook heel erg aan. Hé, heb ik één plaatje, een van de mooiste plaatjes, die ontbreekt, geloof ik. Even kijken, mag ik die ene van de schoenendoos nog even terug? Even kijken hoor. En nog één daarvoor? Oké. Nou, maakt niet uit, doe toch de Alpha-cursus nog maar dan. Want ik zag daarna het laatste plaatje al, maar er zat eigenlijk nog één plaatje tussen. Wat we ook doen is samen rondom kerst en Pasen met elkaar of een live event of de laatste jaren een livestream te organiseren. Dat lijkt een beetje op de Passion, maar dat wordt gedaan met vrijwilligers. En daar is hij. Stop, hartstikke mooi. Nou, dat is mooi. Dit is ons laatste project. Dat doen we dus inderdaad met alle kerken in Dronten. Vrijwilligers, het is een soort musical, inderdaad vergelijkbaar met The Passion. Heel veel medewerkers die daarin draaien en een koor wat bijna professioneel is. Dit zijn twee beelden van de komende uitzending. Dus eigenlijk zijn ze nog onder embargo, zeg maar. Dus links de discipelen, het is op een Elburger Botter, dat is bij ons natuurlijk ook vlak om de hoek, dus ze hebben op allerlei plekken ook rondom de polder iets gezocht. En rechts de scène bij Golgotha. Ik zal trouwens die link, kan ik wel naar jullie sturen, want op Goede Vrijdag dan gaat hij in première, zeg maar. En bij ons Omroep Flevoland gaat hem uitzenden en Family 7 gaat hem ook uitzenden. En er schijnt bij Netflix een christelijke variant te zijn, Faithwork, ik weet niet of... Oh. Hoe heet dat? New Faith Network. En daar wordt hij ook uitgezonden. Dus dat is wel bijzonder. Dat dan heb je gewoon een enorm bereik. En kan het evangelie de wijde wereld in. En dat is de bedoeling. En dan misschien toch die laatste. Ik kan natuurlijk wel een uur vol praten. Dat is niet de bedoeling. Want dan hoeft Jurriën ook niks meer te zeggen. Hartelijke groeten van onze gemeente aan jullie. Jan Bos is nu bij ons. En op die manier voelen we die verbinding ook met elkaar.
wens jullie natuurlijk het allerbeste en vooral God zegen toe, ook bij jullie werk wat jullie hier mogen doen. En we hopen nog lang aan elkaar verbonden te mogen zijn. Dank jullie wel. Nu wordt het beter, ja. Goedemorgen en salaam. Fijn om hier vanmorgen bij u en jullie te zijn in deze mooie plek in Limburg. We hebben een lange reis gemaakt, maar het is nu al de moeite waard, dus dat belooft veel goeds. We hopen met elkaar op een hele goede dienst en we gaan eerst zingen opwekking 717, Wees stil, mijn ziel.
We zijn samen een ogenblik stil voor God. En we belijden onze afhankelijkheid van Hem. Onze hulp is vanmorgen in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen, de drie enige God. Amen. Deze God groet ons, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest. Amen. Gaan we nu Psalm 108, vers 1 en 2 zingen uit de nieuwe psalmberijming.
We gaan nu de geloofsbelijdenis beluisteren. Die zal worden voorgelezen in het Limburgs. Dat zal ik niet zelf doen. Gelukkig. Moet u een microfoon hebben? Geloof in God en een almachtige Vader, maker van hemel en aard, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleidenheid onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die afgedaald is in het rijk van de dood, de derde dag weer opgestegen is naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de dooien. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke, dat is de algemene en universele kerk. De gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonde, het herrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Wat mooi, dank u wel. Mooi dat overal in alle talen dat geloof samen wordt bezongen en beleden. We gaan de Heere God vragen om zijn zegen. We gaan bidden. Heere die in de hemel woont, we komen vanmorgen samen als uw gemeente. Overal vandaan en samen gekomen om die grote naam van u te prijzen. En dat doen we vanmorgen met alles wat in ons is. We prijzen uw grote naam, uw genade, uw trouw. We zijn hier vanmorgen gekomen, Heere God, en we danken u daarvoor dat we elkaar mogen ontmoeten als leden van uw lichaam, dat we u mogen ontmoeten, de God van de genade. De God die voor ons zorgt, die ons wil leiden, en die altijd bezig is om ons dicht bij u te brengen en te houden. We vragen u vanmorgen, wilt u bij ons zijn, Heilige Geest? U komt als de Bijbel opengaat en we vragen of u vanmorgen ons wil leiden. Dat we mogen begrijpen wat u bedoelt als we die tekst lezen. En dat we geloof krijgen van u, om te doen wat u van ons vraagt. U weet wie we zijn, Heere God. U weet hoe we ons vanmorgen voelen, wat ons bezighoudt in ons leven. En we vragen u of u dicht bij ons wil zijn. De mensen die een andere taal spreken, die vertaald worden vanmorgen. Wij allemaal, onze kinderen. Geeft u dat we met elkaar onder de indruk mogen komen van uw genade. Zegent u alle mensen die een taak hebben vanmorgen of al een taak hebben gehad. En geef dat ze met elkaar die grote naam van u prijzen tot in eeuwigheid. Dat willen we u zo bidden in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan zingen Groot is uw trouw, o Heer.
We gaan uit de Bijbel lezen vanmorgen, Johannes 13. En het gaat in Johannes 13 over dat de Heer Jezus de voeten van zijn discipelen wast. Ik lees vers 1 tot 20 voor. En er staat boven in deze vertaling de paasmaaltijd en de voetwassing. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem: Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem: Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet alle. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zei hij: U bent niet alle rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen doet, zalig bent u als u ze doet. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Ik zeg dit niet van u allen. Ik weet wie ik uitverkoren heb. Maar de schrift moet vervuld worden: wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Nu al zeg ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover het woord van God voor vanmorgen. Gaan we nu zingen: God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.
gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat stukje in Johannes 13, dat is best bijzonder. Moet je even proberen je in te denken dat je met elkaar aan zo'n maaltijd ligt. En in Israël was een maaltijd een beetje anders dan bij ons. Dat was iets groots, iets feestelijks. De mensen die lagen ook aan tafel. Dus jouw voeten dichter bij het hoofd van een ander dan bij ons. En in Israël zijn de wegen wat stoffiger dan bij ons. De mensen droegen sandalen. Het was warm. Dus als je wat gaat zweten en dat stof komt op je, natuurlijk word je heel vies. En als dan die mensen aan die tafel lagen bij elkaar, dan kwam er een slaaf, een huisslaaf met een kom water. En die had een doek om zijn middel geknoopt. En die ging overal langs alle mensen die aan tafel lagen en ging daar de voeten wassen. Want met vieze voeten aan tafel, dat doen we niet. Zoals wij onze handen wassen, waste men in Israël, werden de voeten in Israël gewassen. Dus die mensen die liggen daar, de Heer Jezus met die discipelen. En dan duurt het maar. Ze kijken een beetje om zich heen van, nou, waar blijft hij nou? Wanneer komt hij nou? En er gebeurt niks. En je voelt het ongemak een beetje stijgen. De discipelen kijken elkaar eens een beetje aan van, nou, snap jij hier iets van? Moet ik straks misschien met die kom water en die doek rondgaan? En dan, opeens staat de Heer Jezus op, doet zijn bovenkleed af, knoopt de doek waarmee hij de voeten kan afdrogen om zijn middel, pakt die kom water en begint de voeten van de discipelen te wassen. De Heer Jezus, hè? Meester en rabbi wordt hij genoemd. En dan gaat hij beginnen. En wie die eerst de voeten was, dat staat er niet. We weten dat niet zo goed. Maar als hij bij Petrus komt, zegt Petrus, no way, Heer Jezus. Gaan we niet doen. Wilt u mijn voeten wassen? Nee. Gebeurt echt niet. En dan zegt de Heer Jezus dat hele scherpe woord Petrus. Als ik je voeten niet was, dan hoor je niet bij mij. En niet alleen eventjes bij die maaltijd, maar helemaal niet. Er staat letterlijk, heb je geen deel aan mij. Hoor je niet bij mijn koninkrijk. En dan zegt Petrus, Heer Jezus, van top tot teen dan maar. Helemaal. Ik wil door u gewassen worden. Jezus, alleen je voeten is genoeg, Petrus. En dan gaat het door. En dan komt Judas. Over Judas staat niet wat hij allemaal zegt of denkt. Maar wel dat de Heer Jezus wist dat hij hem zou gaan verraden straks op Goede Vrijdag. Witte Donderdag. En dat de Heer Jezus ook zijn voeten wast. En dan als iedereen geweest is, dan zegt de Heer Jezus, ik geef jullie een voorbeeld. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Doe jullie precies hetzelfde. Dat is de geschiedenis. En je kunt eigenlijk 4 mensen, categorieën onderscheiden. Jezus, Petrus, Judas en de rest. Nou wil ik eens vragen vanmorgen aan u, aan jullie, in wie je het meest herkent. Dus denk even rustig over de vraag na, herken je het meest in Jezus, hoe hij doet, in Petrus, in Judas of in de zwijgende meerderheid? Neem maar even de rustige tijd voor, ik kom zo bij jullie terug.
Kunnen we al of? Ja? Wie mag ik het woord geven? Ongemak stel. Oh. Petrus. Je was een keer in India, daar is bij een of andere stamje zijn je voeten gewassen. En dat voelde heel ongemakkelijk. Dus jij snapt Peters reactie heel erg goed. Ja, dankjewel. Iemand anders? Ja, nee? Dat is ook super spannend hoor, dat snap ik wel. Dus we hebben eigenlijk een grote zwijgende meerderheid vanmorgen. Ja. Je herkent je in Judas omdat de Heer Jezus trouw is, terwijl Judas ontrouw is. Ja, dat is denk ik een naam die onderschrijft voor de foto's zoals het lied zegt. Ik denk dat hier heel mooi weer gegeven wordt. Ja, mooi, dankjewel. Iemand anders nog? Ja, ik zou denken dat ik in deze voeten ging wassen. Want als je allemaal naar elkaar zit te kijken, en zo kan niet beginnen, dan zou ik gewoon denken van, nou kom, ik ga je deze voeten. Oké. Okay. Ik heb niet echt een herkenning in één van de personen heel sterk, maar dat zou ik ook gaan doen, maar meer dan niet vanuit de houding van Jezus. Nee, vanuit het... Huppakee, aanpakken. Ja. Ja. Dank jullie wel. Nog iemand die zegt van nou, ik heb nog een nieuw perspectief op de zaak. Laat het maar gebeuren en dan denk ik er wel eens over na wat het kan betekenen. Zoiets of vul ik nou te veel in? Vooral niet uit die comfortzone, een beetje te blijven zitten en toekijken. Ja, ja. Dankjewel. Ik wil met jullie vanmorgen die vier mensen / groepen langsgaan. En ik denk dat ze ons allemaal iets te zeggen hebben. Laten we beginnen bij Petrus. Mensen herkennen zich erin. En voordat we naar Petrus gaan, ga ik eerst iets zeggen over het moment waarop de Heer Jezus dit zegt. Want het is natuurlijk niet zomaar een verhaal wat speelt ergens in de tijd. Maar Johannes 13 is het begin van het tweede hoofddeel van het evangelie van Johannes. Dat kun je in twee grote stukken knippen, 1 tot 12 en 13 tot het einde. En dat eerste stuk is de Heer Jezus aan het preken voor de hele wereld. Voor iedereen die het horen wil. En vanaf hoofdstuk 13 gaat hij preken voor de intimie. Dus voor de apostelen. En dan is het eerste wat hij gaat zeggen of gaat doen, voeten wassen. En nog nader, voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur was gekomen. Dus de Heer Jezus wist dat hij bijna ging sterven. Ligt een beetje aan hoe je dat precies bekijkt. Kan een paar dagen zijn nog, kan nog een week zijn. Maar hij gaat sterven. En dan gaat hij de voeten wassen. Ik weet niet hoe ik dat zou doen. Als ik zou horen of zou weten, ik heb nog een week te leven... Wat ga je dan doen? Ik hoop dat we dat allemaal niet op zo'n manier meemaken. Maar dan ga je de dingen doen die de meest belangrijk zijn voor je. Afscheid nemen van mensen van wie je houdt, van je kinderen, kleinkinderen misschien. Dingen die de grootste prioriteit hebben, die ga je dan doen. Want de tijd is kort. De Heer Jezus weet wat zijn uur gekomen is. En wat doet hij? Hij gaat die vieze voeten wassen van al die discipelen. Petrus en ook Judas in kluis.
Dus dat is een urgentie. Liefde tot het einde laat hij zien en wast de voeten. Petrus. Petrus die wil het niet. Heer Jezus, nee. Het gebeurt niet. En we herkennen ons hier wel een beetje in Petrus. Enthousiast. Er staan als het moet. Gauw overtuigd van het een. En ook gauw overtuigd van het ander. Want Petrus zegt, hij is ook gelijk om als de Heer Jezus tegen hem praat. Maar waarom zou Petrus nou zo'n scherp antwoord krijgen van de Heer Jezus? Als ik je voet niet was, heb je geen deel aan mij. Tenminste, ik vind dat een vrij pittig woord van de Heer Jezus. Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar... Geen deel, je hoort er niet bij. Als ik je voeten niet was. Petrus, die zoekt eigenlijk een ander soort Heer Jezus dan de Heer Jezus is. Daarom dat scherpe woord. Petrus zoekt een held. Een soort Superman. Met spierballen. Of met heel veel geld of met macht die straks de Romeinen zal pakken. En dan ze het land uitgooien. Zoals wij een beetje hopen op iemand die Poetin pakt. En een einde maakt aan die ellendige situatie daar in Oekraïne. Peter zoekt een krachtpatser. En wat is Jezus? Iemand die zich er niet voor schaamt om slaaf te zijn. Slavenwerk te doen. Een antiheld. Als in het boek Jesaja de Heer Jezus wordt geprofeteerd als het ware in die knecht van de Heer. Daar staat er, hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Ik snap Petrus wel. Het is veel mooier om achter iemand aan te gaan die er goed uitziet. Strak lijf. Goede ideeën. Mooie auto. Geld. Maar achter een man aangaan die met zo'n kruis door Jeruzalem schokt. En die aan een kruis gaat sterven. Dat is niet hip. Dat is heel lastig. En Jezus zegt Petrus, ik ben die antiheld. Ik ben de zoon die niemand hebben wil eigenlijk. Voor wie iedereen zijn neus ophaalt. Jezus wast zijn voeten. En hij zegt, Petrus, hoe je er ook in zit vanmorgen, ik ben er voor je. Ik wil jouw Jezus zijn. Tweede, Judas, waarin ook iemand zich herkende. Ik heb dit wel eens vaker in de gemeente gedaan. En als de Judas-positie aan bod komt, mensen zwijgen. We willen niet als Judas zijn. Wat jij zei, vond ik heel eerlijk. Dank je wel daarvoor. In de kerk zijn we een beetje boos op Judas altijd. En dat is ook best te begrijpen. Judas die het plan had om de Heer Jezus te verraden. Het staat... Duivel, Judas Iscariot, in het hart gegeven om hem te verraden. Yeah.
Ja? Kijk. We waren bij Judas gebleven. Judas die door de duivel in zijn hart gekregen had om de Heer Jezus te verraden. Judas zit ook aan die tafel. En hij weet al dat hij dus andere plannen heeft en ook gaat uitvoeren. Straks gaat de Heer Jezus voor een slavenloon, slavenprijs moet ik zeggen, verkopen. 30 zilvelingen was de prijs van een slaaf. En Judas zit daar aan die tafel. En moet je even voorstellen dat je dan daar met die kom water rondgaat, terwijl je de Heer Jezus bent. En je weet wat er gaat gebeuren. En dan bij Judas aankomt. En ik stel me dat zo voor dat hij misschien veelbetekenend in de ogen kijkt. Staat er allemaal niet hoor. Ik zou zeggen, Judas, daar is de deur. Als dit je plannen zijn, opkrassen. Jezus wast ook Judas de voeten. En dat vind ik zo mooi. Dat mensen die geen zuivere motieven hebben, of die soms dingen doen die ze zelf maar half begrijpen, dat de Heer Jezus ook voor zulke mensen is gekomen. En ze gewoon de voeten wast. Alsof het niets is. En eigenlijk een beroep doet op Judas. Judas, zie nou, zoveel liefde heb ik ook voor jou. Ik ben heel erg blij dat Judas hier aan tafel mag zitten. En ook door de Heer Jezus schone voeten krijgt. En een uitnodiging krijgt. Kom, doe toch mee. Dan de zwijgende meerderheid. Die het laten gebeuren. En eigenlijk niet zoveel zeggen. Ze krijgen alleen een opdracht. Zie wat ik jullie heb gedaan. Doe het precies hetzelfde. Dus, doe maar. Ga elkaar maar de voeten wassen. Nou kunnen we in de kerk een paar dingen doen. We kunnen in een soort activisme schieten. En dan elkaar echt letterlijk de voeten gaan wassen. En dan daar mooie dingen bij zeggen. Dat is natuurlijk op zich best mooi, hè, om dat een keer te doen. Als teken van een innerlijke bereidheid om je de minste te weten. Je kunt ook, en dat is denk ik wat de bedoeling is van deze geschiedenis, de gezindheid van de Heer Jezus aannemen, ontvangen. Dat je dus de ander uitnemender gaat achten, beter gaat achten dan jezelf. En niet vanuit een soort minderwaardigheidscomplex, maar dat je, omdat je zelf alles hebt gekregen, dat wil doorgeven aan de mensen om je heen. Weet je waar je leert voeten wassen? Aan de voet van het kruis, waar de Heer Jezus zo hangt en zegt tegen mensen: kom maar, ik maak je rein, ik maak je nieuw, ik hou van je. Daar leer je voeten wassen. Aan het kruis, bij het kruis van Golgotha. Dat is vanmorgen het evangelie. Voor Petrus, voor Judas, voor de rest, voor ons allemaal.
voeten wassen dankzij het werk van de Heer Jezus Christus. Iets later in de geschiedenis heeft de Heer Jezus opnieuw zijn bovenkleed afgelegd. En dan gaat hij het slavenwerk doen wat moet van zijn vader. Sterven voor zondaar. Dat is liefde tot het einde, tot het uiterste. Leer dus de ander uitnemender te achten dan jezelf. We kennen de uitdrukkingen niet elkaar de oren wassen, maar de voeten wassen. En dat vinden we wel eens lastig. Tenminste, wij mensen zijn goed in stapelen. En ik hoop dat je dat niet kent vanmorgen, maar soms kan iemand iets tegen je zeggen wat je niet leuk vindt. Dat kun je dan direct tegen de ander zeggen, maar soms dan doe je dat niet. Dat gaat zo'n bodempje vormen in je hart. En dan kijkt hij nog eens een keer verkeerd bij de supermarkt of niet. En dan komt er nog iets anders wat je hoort over iemand erbij. En voor je het weet heb je een beeld van de ander wat niet goed is. En als er dan iets gebeurt, dan kan dat zomaar de druppel zijn die de emmer doet overlopen. En dan zeggen we wel eens te grote dingen tegen iemand. Ik hoop dat je het niet kent. Dat is de oren wassen. De Heer Jezus, het koninkrijk van de hemelen, doet het helemaal anders. Niet stapelen, maar vergeven. Maar dienen. Maar de ander uitnemender achten dan jezelf. Misschien, dat is de spits, een spits van de preek van morgen, moet er iets gebeuren na de dienst? Moet je even iemand opbellen? Of beter, heen gaan en iets uitpraten? Ik wil je van harte dienen. Als een Christus voor je zijn. Iemand die je misschien niet meer kan luchten of kan zien. Door het woord van God veranderd. Voeten wassen. Misschien kun je verder gaan. En zegt het woord van de Heere God van morgen. Buig je knieën. Kniel voor Jezus. Geloof in Hem. Als gemeente hier in Limburg en wij ook in Dronten, is dat wat de Heer Jezus ons wil leren. Klein worden voor Hem en op die manier zijn genade groot maken. We gaan het samen zingen. Ik wil jou van harte dienen als een Christus voor je zijn. Amen.
gaan samen danken. Heer Jezus, dank u wel dat u naar de aarde bent gekomen en ons uw koninkrijk hebt uitgelegd en steeds weer wilt uitleggen. Wanneer het niet gaat om macht of geld of kracht, maar om dienen, om vrede, om gerechtigheid. Wilt u ons nieuwe mensen maken? Juist als we ons herkennen in Petrus, in Judas, in die zwijgende meerderheid. U kent ons hart, Heere God. Wilt u ons nieuw maken? Elke dag opnieuw. Dat we steeds meer op de Heere Jezus gaan lijken. En op de plaats die wij van u hebben gekregen, mogen laten zien wie u bent. Dienen. Zoals u ons hebt willen dienen en steeds weer dient. Uw liefde kunnen wij nooit begrijpen, Heere God. Het is tot het einde, onpeilbaar diep. Leert u ons persoonlijk, maar ook als gemeente, steeds weer daarvoor danken. Voor zoveel genade, voor mensen zoals wij. Kwetsbare mens. We willen u bidden voor deze wereld, waarin zoveel dingen aan de hand zijn. We denken aan de situatie in Oekraïne, waar zo ontzettend veel leed is. Als we de verhalen horen, heren, ons hart huilt. Wat een toestand. Geeft u vrede. Geeft u vrede. En ontfermt u zich, almachtige God. En laat de leiders van de landen tot inkeer komen, wijze besluiten nemen, die dienen tot het heil van burgers, van de hele wereld. En maakt u ons als mensen hier in Nederland, waar het rustig en veilig is, dienend voor anderen, voor de mensen om ons heen, vluchtelingen uit Oekraïne of van andere plaats. Geef dat wij iets van uw liefde voor mensen door mogen laten schijnen aan de mensen om ons heen. We danken u voor uw evangelie. U laat ons niet alleen daarin. U geeft ons ook geen aai over onze bol. Maar u roept ons op om navolgers te zijn van u, Heere Jezus. Gaat u met het woord van vanmorgen aan de slag in onze harten en levens, vandaag en morgen. Zegent u de gemeente van Bunde en alles wat hier gebeurt, Heere God. We willen de zoektocht naar een nieuw teamlid bij u neerleggen. Geeft u creativiteit en enthousiasme om actief te zijn in uw gemeente. Zegent u de kerkraad, alle leden van deze gemeente, iedereen die actief is, dominee Bos en zijn vrouw. Zegent u deze gemeente. En laat het hier een plaats van vrede, van rust en van troost zijn in deze omgeving. Dat bidden we ook voor de zustergemeente in Dronten. Wilt u ook daar met uw Heilige Geest werken en mensen enthousiast maken, veranderen, vernieuwen. Onze ogen zijn vanmorgen op u. U komt bij ons als iemand die dient. Maakt u ons dienaren van u door het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat willen we u zo bidden en danken. Met het gebed wat u, Heere Jezus, ons zelf hebt geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is nu de tijd voor de inzameling van de gaven. En er zal nog iets gezegd worden door iemand uit Dronten. De inzameling is voor de eigen gemeente en voor evangelisatie. En daar mag Henk Ruiter iets over zeggen, begrijp ik. Kom maar, denk ik. Kan het zo? Ja, dit is het moment waarop we als gemeente altijd een antwoord geven, zeg maar, op de verkondiging die we hebben gehoord. En ja, wij hebben in Dronten gehoord dat jullie heel actief zijn in het evangelisatiewerk bij de Alpha-cursus, dat jullie die organiseren. En we willen heel graag als zustergemeente jullie daarin ondersteunen met een kleine gave, zeg maar. En als we zien hoe groot de liefde is die onze Heer en Heiland voor ons heeft, dan, dan mag ons antwoord daar ook groots op zijn. En we willen jullie heel van harte uitnodigen om de liefde die hij heeft, om die ook weer door te geven. En wat hier op staat, het is een kleine bijdrage aan jullie activiteiten. Bedankt voor de contacten die er zijn. Ik weet niet of er een collectezak is, dan doen we hem daar zo in. Alsjeblieft. Nou, hartelijk dank. Echt super fijn om te merken dat jullie op die manier onze gemeente ook echt ondersteunen. Ook misschien goed nog om te zeggen, afgelopen zomer met de watersnoodramp is er ook een auto en een kar vanuit Dronten hier naartoe gekomen. En zijn er heel veel producten van het land gekomen, gebracht. En die zijn weer in pakketten uitgedeeld bij mensen die slachtoffer waren geworden van de watersnoodramp. Dus enorm bedankt voor jullie ondersteuning en bijdrage. En misschien is het ook wel nieuw voor onze gemeente om zo met elkaar samen op te trekken. Maar fijn dat jullie ook de moeite nemen om daar iets meer uitleg over te geven. En we zijn gewoon heel dankbaar. En God zegen ook in Dronten. Ja. Als diaconie kwamen we er ooit achter dat je bent gauw geneigd om projecten ver weg te ondersteunen. Maar er zijn dichtbij zoveel mensen die hulp nodig hebben op zijn tijd. En het mooie van de contacten hier zou kunnen zijn dat er sprake is van een wederkerigheid. Dus dat er niet alleen maar gegeven wordt één kant uit, maar dat jullie die zoveel betekenen in het evangelisatiewerk, dat jullie ons daarin voorgaan en helpen. En dominee Bos, die nu bij ons is, die heeft daar ook al het nodige voor geschreven en gezegd. En zo helpen we elkaar. Hè? Elkaar dienen, zoals we vanochtend ook hebben gehoord. Super, bedankt. Nou, dan gaan we nu over naar de collecte. Manik gaat nog een kleine mededeling geven over de actie die er vanuit de Kinderbijbelclub is. En misschien ook goed om te weten dat er QR-codes zijn voor die actie ook. Die liggen op de bar. Dat is voor Oekraïne. Hoi allemaal. Wij hebben dus qua Kinderclub ook een actie. Als u lege statiegeldflessen hebt, kan u die daar inleveren. En straks hebben we een tafel, daar hebben we allemaal lekkere dingen. Die kan u voor thuis meenemen of voor hier bij de koffie. En dat soort van. Prima.
We gaan ons laatste lied zingen, dat is opwekking 733, 10.000 redenen tot dankbaarheid. De Heere God geeft ons zijn zegen om elkaar te dienen en om hem te dienen. Verhef je hart tot God in de hemel. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Bedankt allemaal voor de medewerking en koffie.